Geachte aanwezigen, namens Lisette, Bart en Huib heet ik u van harte welkom. Zojuist speelde organist Hans de Jong een werk van César Franks, beroemde Prelude, Fugue et Variation uit 1862. Zo net zei Bart me nog dat hij zo verschrikkelijk trots was. En natuurlijk is er ook veel verdriet. Maar de trots overheerst. En ik wil ook nog graag laten weten dat alles wat hier vandaag gebeurd is, sterk door Lisette zelf geregisseerd is. Ik geef nu graag het woord aan Marie-Florence van S. Zij kent Lisette vanaf de eerste klas van de middelbare school, het Stedelijk Gymnasium in Leiden. In 1968 ging Lisette naar het Stedelijk Gymnasium in Leiden en wij ook. We zaten vanaf het begin in dezelfde klas. En samen met nog wat andere meisjes in onze klas vormden we een groepje dat in de pauze en op vrije tussenuren bij elkaar kwam. Lisette was als schoolmeisje rustig en bedaard. Ze was binnen ons groepje geen gangmaker, maar ze was altijd positief en opgewekt met haar karakteristieke glimlach. Eerder dit jaar, tijdens een van mijn laatste bezoeken aan Lisette, bekeken we oude schoolfoto's en haalden we allerlei herinneringen op. We probeerden ons rare dingen over onze schooltijd te herinneren, maar dat lukte niet erg. Onze conclusie was dat we vooral erg braaf waren. Wij haalden nooit kattenkwaad uit. Het ergste dat Lisette zich kon herinneren was die keer dat ze, net voordat les begon, een appel had gegeten en het klokhuis uit het raam naar buiten had gegooid. Voor de vogels. Typisch Lisette. Altijd begaan met dieren. Onze lerares zag het anders en zij stuurde Lisette naar buiten om het klokhuis op te halen en in de prullenbak te gooien. In april 1973 gingen we met de hele vijfde klas naar Rome. Deze Rome-reis maakte een grote indruk op ons. Ook Lisette is nooit het wandelingetje vergeten dat we kort na aankomst met ons groepje maakten in de buurt van ons pension. Opeens stonden we oog in oog met het Colosseum. Dat kenden we alleen van foto's, maar op dat moment realiseerden we hoe groot het was. We bezochten niet alleen Rome, maar we gingen ook naar Florence, waar we op 14 april de 17e verjaardag van Lisette vierden. Tijdens die Rome-reis is ons vriendengroepje hechter geworden. We sliepen met 6 meiden op 1 kamer, dus het was een dolle boel. En we gaven onszelf een naam, de Caracalla-groep. En we noemden het naar de termen van Caracalla, waar we op onze enige vrije middag in Rome naartoe zijn gegaan. En inmiddels hoorden ook een paar jongens tot ons groepje. Het laatste schooljaar ondernamen we meer activiteiten gezamenlijk. Kamperen op de Veluwe en een hele herfstvakantie studeren voor het eerste schoolonderzoek van het eindexamen. Dat deden we in ons piepkleine boerderijtje op het Noord-Brabantse platteland. Volgens Lisette hebben we toen vooral veel lol gemaakt. Maar toch zijn we allemaal geslaagd voor ons eindexamen. Ook na onze schooltijd bleef het Caracalla-groepje bestaan. Maar het werd een stuk kleiner en we zagen elkaar steeds minder. Er bleef wel een harde kern over, waaronder ook Lisette. Natuurlijk
groeiden we een beetje uit elkaar. Druk als we waren met studie, werk, partners, kinderen en nog andere dingen. Maar we verloren elkaar nooit helemaal uit het oog. Het contact bleef bestaan door middel van een kerstkaart, een verjaardagskaart en later via de mail. Af en toe kwamen we weer eens bij elkaar en dan kwam dat oude schoolgevoel weer terug. Eigenlijk heeft de ziekte van Lisette ons contact intensiever gemaakt. Helemaal toen we beseften dat haar tijd steeds kostbaarder werd. De afgelopen 5 jaar zijn we in hele kleine samenstelling 3 keer bij elkaar gekomen. Vooral de laatste keer, de zomer van 2013, was heel bijzonder. We gingen naar Gorinchem, waar een van ons woont. En daar woonde vroeger een grootmoeder van Lisette. Dus als kind kwam ze heel vaak in Gorinchem. Door een gelukkige samenloop van omstandigheden konden we onverwacht het huis van haar grootmoeder bezoeken. Voor ons, maar vooral voor Lisette, was dat een geweldige ervaring, vol nostalgische herinneringen. Ook onze persoonlijke contacten met Lisette werden nog hechter. We brachten ieder afzonderlijk bezoekjes aan haar en ondernamen activiteiten met haar, voor zover dat nog mogelijk was. Ikzelf ging met Lisette naar quiltbeurzen om quilts te bewonderen en stofjes te kopen. Toen ik op verzoek van Lisette voor het eerst met haar meeging, wist ik nauwelijks wat quilten was. Lisette legde me de technieken uit en het was geweldig om haar enthousiasme te zien. Toen Lisette niet meer in staat was om naar een beurs te gaan, ging ik naar haar toe. Dan zat ze daar achter haar prachtige, bijna antieke naaimachine te werken aan een van die prachtige quilts. Zonder Lisette bestaat ons Caracalla-groepje niet meer. Maar we koesteren de herinneringen aan ons schoolvriendinnetje dat we bijna 47 jaar hebben gekend. En Lisette heeft ons iets heel belangrijks geleerd. Leven in het hier en nu. Het is moeilijk zo bewust te leven, maar Lisette kon het. Ze genoot van de kleine en eenvoudige dingen om haar heen. Ze maakte prachtige foto's van bloemen en nietige insecten. En daar deed ze dan op een vaak heel poëtische manier verslag van op Facebook of op haar blog. En voor haar positieve instelling en manier waarop ze omging met haar ziekte en haar naderende dood, hebben we diep respect. En dat hebben we ook voor de indrukwekkende manier waarop Bart Lisette al die jaren heeft bijgestaan en haar tot het laatst dag en nacht heeft verzorgd. En we wensen Bart en Huip, waarover Lisette zo trots kon vertellen, heel veel sterkte toe. Ik geef nu graag het woord aan Marie-Florence en Bart. Zij zullen enkele fragmenten voorlezen van Lisette zelf. Die heeft ze tot in de laatste weken nog zelf geschreven. Singing, creating and making. That's an order. Ik heb er niet zo goed. Ik moet toch nog één dingetje kwijt over de plek waar wij op dit moment zijn. Dat hoorden we net uit een betrouwbare bron. Dit is de ena oudste kerk van Nederland. Zit u nog goed? Het is echt de ena oudste kerk. Wat de oudste kerk van Nederland is, willen we op dit moment niet weten.
uit 739. Ik zet de bril op. Tot op het laatst heeft Lisette geschreven. En 2 weken geleden zei ze tegen me, geef die iPad, dat is dan een iPad mini, geef die iPad eens hier. Dan, ze lag op dat moment bij ons in de voorkamer. De hospice hadden we maar niet gedaan, het was veel gezelliger thuis. Ze had het een en ander opgeschreven en ze wilde dat daar vandaag iets mee gedaan werd. Ik ben in haar iPad gedoken, dus dat is graven in de stukken die ze heeft gemaakt, want ze had heel veel stukken. En ik zal er een paar van voorlezen. Ik zal er eerst toch ietsje pakken wat niet in de iPad stond. Dat is even, dat staat wel hier echt op hoor, ik val niet uit mijn rol. We waren namelijk in de laatste weken echt aan het graven in ons huis naar dingen uit het verleden. Dat vond ik erg leuk, daar heb ik van genoten, want heel veel dingen wist ik niet. Dus dan vind je even... Dit soort schriften. Nou ja, ook Paulus kan. Ja, Stineke zei dat ik een grapje moest maken, dus dat is dan dit. En dan vind ik ergens in een la tussen ondergoed, laat ik het maar gewoon zo zeggen, een boek. En daar staat, ja, als ik het... Dat zit helemaal vol met geschreven dingen en tekeningen ook. Ik ben echt nog lang niet klaar met Lisette hoor. Dus dat jullie niet denken dat het voorbij is vandaag. Daar heb ik echt een hele hoop werk nog aan. Ga ik ook doen. Vind ik leuk. Goed, wat is het? Ellen die zit... Gisteren? Was het eergisteren Ellen? Of gisteren? Zit je bij me en we hadden nog een tekstje nodig. En Ellen zit in dit boekje te kijken en ik vind daar een tekst. Ga ik nu voorlezen en daarna ga ik gewoon door. Dit is een tekst die is voor Huip. Huip, daar ga je dan. Je gaat op eigen wieken verder. Het veilige, vertrouwde nest verlaten. Op deze memorabele dag, 5 januari 2015. Op naar je nieuwe woning in Delft. Helemaal in stijl. Een X-ray gebouw op de Röntgenweg. Het is een avontuurlijke reis geweest, die 19 jaar die achter ons ligt. Vol uitdagingen en schitterende ervaringen. Volop liefde hebben we jou gegeven. Dat is die. Of je nu naar muziek luistert, nu is Lisette aan het woord, alweer. Of dat je het zelf speelt op een instrument. Of je het zingt of neuriet, het doet er niet toe. Maar muziek is altijd heel erg vervullend. Of je het nu alleen speelt, oefent of samen met familie en vrienden. Muziek. Samen muziek maken voedt de ziel en geest tot in alle lagen. Het voedt. Je ziel en geest groeien erdoor. Het maakt je gelukkig en blij. Je vergeet je pijn en ellende. En je gaat ervan lachen. In mijn jeugd was ons huis, het huis van Ati, gevuld, Ati en Koos, gevuld met muziek. We speelden zelf op diverse instrumenten. We luisterden veel naar de radio of plaatjes draaien op de grammofoon. En we dansten. Er werd altijd gezongen. Kinderliedjes, Beatles-songs, daar was Nelleke dan de aanstichter van. Smartlappen, vrolijke liedjes, zielige liedjes. Annie M. G. Schmid, eindeloos. En overal zongen we. In de tent, in de auto, de Renault 16 naar Frankrijk. Op de fiets, terwijl we aan het puzzelen waren, in bed. Altijd muziek. Mijn grootmoeder... En mijn moeder kende heel veel liedjes.
Ze zongen ze voor ons. Ze zongen ze met ons. We kenden ze uiteindelijk allemaal uit het hoofd. En op lange reizen in de auto zongen we ze achter elkaar. De een naar de ander. En we leerden liedjes op school, op muziekles, in de kerk. Die laatste zijn wel wat weggezakt. En nog steeds kan ik ze bijna allemaal uit het hoofd zingen. You'll probably recognize this. You don't know quite the text of one particular song anymore, but you remember some lines, one line even maybe, and the tune. You just start humming or singing the line and then plop, the complete song is there suddenly. Even people like my mother having Alzheimer's, she is forgetting things more and more due to this disease, but she still knows the lines from her songs she once knew. If you mention a song, she starts immediately singing the song, and within moments, we all sing out loud. And if she doesn't know it right away, we sing it together, and she takes over in the process. Very rewarding and comforting. Wish I could be with her, singing. And then there's Bart, my love. He introduced a lot of new music to me when we started courting. We listened a lot to many different kinds of music. Love and courtship. Oh, those were the days. Innocent as we were, young, idealistic, wanting to change the world and ourselves for that matter. Trying to walk the middle path, metaphysical, mystic even, but still both feet on the ground though. Finding beauty on travels, out in the nature, laughing with friends, making books for the Theosophical Society, giving a hand at the lectures for public in the Blavatsky House, and learning a lot about ancient religions, philosophy, science, people, computers, about the world. We were full of ideals. And then Buddhism, sharing, caring, respecting, always on the job, voluntarily, no payment, introducing it by lectures to other people, just work with lots of laughter and seriousness when needed, day and night, giving it all, time, being there, money, which, by the way, we did not have at all, but we still managed. Ah, the things you don't know about me, about us, it's still there. The philosophy, contemplation. And it's helping a lot on this rough road we travel, without mentioning it much. Mijn leven heb ik meer tussen mannen dan tussen vrouwen geleefd. Maar sinds ik in de quiltwereld vertoef, sinds ik daar ben binnengestapt, zit ik meer tussen de vrouwen. Zijn er mannen die quilten, Marjolein? Oh, dank je. Had ik toch meer tussen de mannen willen blijven leven, dan had ik moeten gaan tekenen, denk ik. Of schilderen, steenhouwen, timmeren desnoods. Ook leuk trouwens, timmeren. Maar het werd quilten. Per se wilde ik de stofkant op. Stofhappen. Textiele vormgeving.
Bijna niets schept meer voldoening dan iets creëren, iets zelf maken, bezig zijn met je handen. Ook schrijven maakt daar deel van uit. Het proces van het begin naar het eindresultaat is daarbij vaak nog het boeiendst. Het maakt het leven zoveel vrolijker en interessanter. Ook mijn vader Koos Noorduin is aan kanker overleden. 20 jaar geleden al. En dat alleen al schept een band. Maar er is meer. Steeds meer realiseer ik mij dat ik op hem lijk. Hij was zo gedreven tijdens zijn laatste maanden, tijdens zijn laatste weken. Afmaken die projecten waar hij mee bezig was. En dat is ook mijn koers. Dat wil ik. Zo ga ik het doen. Tot zijn hoofd niet meer mee wilde werken. En dat herken ik. Right, that's me. Always finding new projects. Plans farming in my head. Most of which I don't make. Mostly because I can't do it all by myself nowadays. Or I don't have all the skills yet. But it is fun. Dreaming about it. It's fun to think about it. Things of way to do it. Who could do it? It's a kind of grateful growing process and I love it. Singing, creating and making, that's an order. And enjoy. Ik geef graag het woord aan Nelleke Noorduin. De oudste zus van Lisette. Making, creating, dat kwam al even aan de orde. Lisette werkte heel graag met haar handen. Dat hebben we thuis allemaal veel gedaan. Een van de laatste keren dat ik bij haar was, kom ik vers uit Zuid-Korea. En ze bleek op internet gezocht te hebben naar een, en gevonden te hebben ook een speciale techniek om op zijn Koreaans te quilten. Dus dat heeft ze me uit staan leggen. Mijn taak vanmiddag is om haar levenswerk te verduidelijken. Ze heeft met het quilten iets gevonden waarmee haar aandacht van het kankerproces afging, afgeleid werd. Ik moest er niet meer aan denken en ik heb zo fijn gewerkt ermee, vertelde ze me. Dus ze had zich voorgenomen een prachtig kleed te maken. De laatste keer dat ik bij haar was, had ze een kleed over het voetend liggen. Een dag later was mijn moeder daar bij haar als voor het laatst. En dat kleed heeft mijn moeder meegekregen. Dat ligt nu ook bij haar voor als het straks koud krijgt. En dat heeft mijn moeder gekoesterd. Er zat een foto van Lisette op. Maar daarnaast was er natuurlijk nog iets wat ze af wilde hebben. En ze vertelde me, ik krijg het niet meer af. En ik realiseerde me dat. Dus ik had gevraagd aan vrienden, vriendinnen uit de quiltgroep, hoe doen we dat? Ze stonden in de rij, zei ze. Ze stonden in de rij. Het werd gewoon bijna te veel. Het gaat om dit kleed. In maart 2013 had Lisette het eerste blok af. Een internetproject met de naam Starburst. Wat ik al zei, ze stonden in de rij om haar te helpen. Iedereen wilde. Ze had één uitgesproken wens. Dat kleed moest af. En het moest bij haar thuis worden afgemaakt. Dus langere tijd, 8 vrouwen bij haar thuis, was een beetje lastig. Dus het is een soort van delegatie geworden van de quiltbee die langskwam. Daphne Kolderhof en Marjolein den Boer kwamen heel regelmatig langs. En de rest was stand-by, maar op afstand.
Deze werkwijze heeft ervoor gezorgd dat het kleed helemaal afgekomen is. En met de hele groep is zelfs nog een quilt voor Huib in elkaar gezet. De andere grote wens van Lisette. Bij het onderwerp van haar quilt, de quilt waar zij onder ligt, stond Lisette helder voor ogen dat de sterren zo gerangschikt zouden worden dat een zon vanuit het westen de oranje ster en de sterrenhemel verlicht. De verdere vlakken die bij elkaar worden getrokken, worden dat met een warmrode rand en de hoekblokken zijn met haar favoriete stofjes bij elkaar gekwild. Als je van dichtbij kijkt, ook toen ze me dat uitlegde van de Koreaanse speciale quilttechniek, hele fijne naaldjes, hele dunne draadjes. Het is zo prachtig gemaakt. Ik ga iets buiten mijn boekje met wat ik nu ga vertellen, maar Lisette wist veel van textielen. Door mijn verblijf in Azië wist ik ook veel van textielen en Lisette wist er ook veel van te vertellen. Textielen hebben een taal en vertellen hun eigen verhaal. Lisette heeft haar quilt uiteindelijk Sunrise in Starry Sky genoemd. Sunrise in Starry Sky. Lisette, ik weet niet waar je bent, maar ik denk dat je een applaus verdient voor wat je voor elkaar gekregen hebt. Naast het quilten speelde Lisette ook heel graag piano. Ze had de piano van Bart's moeder, Rijkje Schimmel, gekregen. En ze speelde graag met haar schoonmoeder, dus Rijkje, Katremens. Bart vond het altijd prachtig. U gaat zo een drietal van Lisette's lievelingsstukken horen door Peter Dingemans. Hij zal twee werken spelen uit Mendelssohn's lieder Ohne Worte. En het eerste heeft Lisette zelf nog gespeeld op de begrafenis van haar schoonmoeder in 2001. En daarna zult u de nocturne van Chopin horen. Veel plezier. Thank you.
Rut Noorduin. Een van de drie zussen van Lisette. En tot nu toe altijd 1 jaar jonger. Lieve Lisette. Er was eens een zus van verhalen. Een zus van verbeelding. Verhalen en verbeelding in al je schetsen, Lisette. In alle voorwerpen die je om je heen verzamelde. Er was eens een zus waarmee ik alles samen deed. Toen wij kleine meisjes waren. Alles. Maar vooral waarmee ik samen 100 levens leefde. Wij waren eens ontdekkingsreizigers, sterrenvaarders, ridders, prinsen. De gebroeders Leeuwenhart waren we. Op onze ponies in het land Nagyala. Dapper vechtend tegen het kwaad. Of Thiuri en Piak, rondzwervend door velden, bossen, bergen om het goede te dienen. Winnetou en Old Shatterhand. Als indiaan, Lisette, hield je vanaf de klerenkast op onze zolder de wacht over de wijde prairie. En met 1 sprong zat je dan op je paard dat daar zo geduldig stond te wachten op zijn ijzeren poten en zijn spiraalrug. Mama en vader wisten niet dat wij dan vervolgens op die paarden het raam van de tweede verdieping uitgaloppeerden. Maar ze vertrouwden ons. Kan niet of mag niet, bestond niet voor hen. Ze lieten ons vrij. En op de achtergrond wisten wij ons geborgen. Er was eens een gouden jeugd van vrijheid en mogelijkheden. Wat hebben wij daar samen van genoten? Samen verdwalen in de duinen, samen slootjes springen en aardappelspoffen in de weilanden waar nu huizen staan. Samen om 4 uur 's nachts een vakantiehuisje uitsluipen om herten te spotten. Wat een ideeën had je altijd om weer iets samen te ondernemen. En altijd de landschappen mooier, gevaarlijker, avontuurlijker dromen. Jij maakte de bomen dikker, de bergen hoger, de dieren waarmee wij ons omringden talrijker. Maar vooral ook onszelf sterker, onze daden dapperder. En in die gedroomde landschappen, die opgeroepen levens, zongen we onze geheimen en onze legendes. En zo wisselden we onze indrukken uit. Want muziek en verhalen, dat was jij. Het kopje gaat altijd door, zei je vorige week nog. Altijd weer nieuwe verbeeldingen. Mijn stoere zus. Mijn gezworen kameraad. Mijn bloedbroeder. En dat zongen we ook. Wij zijn gebroeders, zoals gij ziet. We zijn gebroeders, zoals gij ziet. En wanneer zullen we elkander wederzien? Huil niet, zei de oudste van de gebroeders Leeuwenhart. Huil niet, we zullen elkaar weerzien in het land Nagyala. In september 2006 kwam Lisette voor het eerst bij haar fluitje. Jeanne van der Linden. Ik heb de borstkanker overwonnen, dus ik heb wel wat verdiend, zei ze. Daarom ga ik op fluitles. Ze is altijd met heel veel plezier naar Jeanne gegaan en haar man Jan. U hoort van hen Reigen Selige Geister uit Orfeo van von Gluck. Lisette heeft dit op haar laatste, een van de laatste fluitlessen zelf nog gespeeld. Thank you.
Leonore Noorduin. Voor altijd het jongste zusje van Lisette. Lisette. We stonden voor de etalage. Verlekkerd staarden we naar die gehaakte dinosaurus. Of was het een draak? Een immens ding. Prachtig. In allerlei kleuren. Oh, wat mooi, zeiden we allebei. Ik wilde alweer doorlopen. Lisette niet. Die wil ik maken, zei ze. Zou ik het patroon kunnen krijgen? In haar hoofd had ze alle kleuren katoen al gekocht en was ze aan het haken. Maar waar laat je hem dan, vroeg ik. Het was een verkeerde vraag. Daarmee verspilde ik het plezier. Je moest alleen denken aan hoe leuk zoiets is. Niet aan wat je eraan zou hebben of waar je het neer zou kunnen zetten. Genieten van het moment. Niet vooruitdenken. Een wijze les voor mij. Genieten. Zij deed dat, zoveel mogelijk. Mijn zus. Mijn grote zus. Ze was mijn spelletjeszus. Ik een klein opdondertje, 7 jaar jonger. Maar kennelijk groot genoeg om spelletjes mee te doen. Daar was ze altijd voor in. Dubbel patience. Ik zie ons nog zitten aan de lage tafel met de zon die naar binnen scheen. Altijd de zon, in mijn herinnering. Ook toen ze al in Den Haag woonde, dan kwam ik en gingen we naar een van die parken daar. Dikke jassen aan in het vroege voorjaar. En als een stel stoute kinderen deden we onze jas uit en gingen liggen met onze ogen dicht en onze gezichten naar de zon. En zeiden, dit is voor het eerst dit jaar dat we zonder jas in de zon kunnen liggen, tussen de krokusjes. Ze blijft mijn grote zus, en dat heb ik haar gezegd, vorige week, dat ze dat altijd zal blijven. Ze knikte. Ze was altijd de beste in tuinieren en woonde ze daar, waar ze woonde met Bart, in een appartement met een minuscule binnenplaats. Binnen no time had ze de enige hoekje waar dat mogelijk was omgetoverd in een oase van groen. Maar een paar stoeptegels groot. Dan leidde ze me rond door haar tuin, elk plantje met zorg aanwijzend. Ze was dan zo trots en zo blij. Ze was altijd... Oh, dit heb ik al gehad. Altijd bezig met zaaien en stekken en planten en oogsten. Vorig jaar nog gaf ze me de zaadjes van een paprika. Een biologische paprika. Waar ze dan de zaadjes uitgepulkt had. Met zorg. Of ik ze dan wilde, want zij had geen puf meer om er iets mee te doen. We hebben ze zorgvuldig gezaaid en er heuse paprika's van gegeten. We werden ouder. Ik was in verwachting van Niels, mijn oudste zoon. Een paar maanden later was zij ook in verwachting. Het was net of ik ineens een zus had die even oud was. Zaten we bij ons op de bank. Aan de ene kant zij, met Huip aan de borst. En ik aan de andere kant, met mijn zoon aan de borst. En we genoten. Ze was mijn grote zus. Mijn cadeautjeszus. Ze gaf zo graag. Altijd als ze kwam, had ze een tas vol cadeautjes. Voor iedereen wat, ook al was het niet jouw verjaardag. In november nog. Ze wist net dat er geen behandelingen meer mogelijk waren. Ze wilde me wat geven. Zo graag geven. Maar ik hoefde niks. Ik wilde alleen bij haar zijn op dat moment. Toch gaf ze me nog wat. Een gekwild speldenkussen. Dat wilde ik wel. Had ze zelf gemaakt. En nog veel meer.
En voor nu zie ik nog haar ogen. Helder blauw, vorige week donderdag, voor het laatst. We keken elkaar aan, bleven kijken, ik keek terug. En mijn ogen. Daar kwamen vol tranen. En zij bleef maar kijken, tot ik helemaal niets meer zag. En toen zei ze, met die vage glimlach van haar, je mag huilen hoor. We sluiten af met het koor Zingen voor je leven van Inloophuis Haaglanden. Lisette is daar onderdeel van geweest. 4 jaar lang heeft ze meegezongen in de periode dat ze in het Antonie van Leeuwenhoek behandeld werd. Ze was al eerder gehoord erg muzikaal en ze ging daar graag naartoe. En ondanks alles was ze er altijd. Net als alle mensen die hier nu zijn. Heel mooi. Ga jullie gang. Het wordt geleid door Os Sascha en Peter op de piano.
Dames en heren, dit is het einde van deze mooie bijeenkomst vol verhalen en muziek. Ik wil jullie zo vragen dit mooie kerkje te verlaten en buiten een haag te maken voor Lisette.